De politie heeft vannacht drie mensen opgepakt die ervan worden verdacht dat ze een huis hebben beschoten aan de Van Beverenstraat in Schiedam. Vier mensen die in het huis zaten zijn ook aangehouden. Het is nog onduidelijk of zij ergens van worden verdacht. Het arrestatieteam heeft het huis doorzocht, maar daarbij is volgens de politie niks verdachts gevonden. De schietpartij gebeurde kort na middernacht. Niemand raakte gewond, wel zijn ruiten kapotgeschoten. De drie verdachten die in een auto zaten, werden opgepakt in Rotterdam Zuid. Agenten hadden ze aan hun kenteken herkend.